actie, de propagandafilm over slavendrijver en zeerover Michiel de Rover, ook wel bekend als Michiel de Ruiter, is dit een serie korte filmpjes over het Nederlandse slavernijverleden in Suriname. Aangezien het Nederlandse onderwijs systematisch deze oorlogsmisdadigers als helden wegzet, moeten we het onderwijs zelf ter hand nemen. Je zou het toch ook niet accepteren als je kinderen op school zouden leren dat de nazi's helden waren? Dit is een aantal filmpjes over de echte helden uit de Nederlandse geschiedenis. Degene die zich verzetten tegen het Nederlandse kolonialisme. Uit deze menselijke ellende kwam Europa tot bloei. In 1621 werd de West-Indische Compagnie opgericht. Er werden driehoeksreizen gemaakt van Europa met textiel, ijzerwaren, wapens en snuisterijen naar Afrika, waar deze goederen geruild werden voor tot slaafgemaakten, bestemd voor Amerika. Schepen vol suiker, koffie, cacao kwamen tenslotte van de plantages uit Amerika naar Europa. Curaçao werd de grootste centrale slavenmarkt van Amerika. Bij de slaventransporten werd een sterfte van 15% als normaal beschouwd. Daaronder werd de lading niet verzekerd. De scheepsbouw ontwikkelde zich. De machtsstrijd om de koloniën ontbrandde tussen Spanje, Portugal, Nederland en Engeland. In deze strijd veroverde Piet Hein in 1628 de zilvervloot op Spanje. Hierdoor groeide de macht van de West-Indische Compagnie aanzienlijk. Handel en wetenschap kwamen tot bloei over de rug van de tot slaaf gemaakten. Na aankomst in Suriname werden de tot slaaf gemaakten met besmettelijke ziektes afgezonderd op het beruchte Braamspunt. Hier kwamen velen om. Volgens schattingen bereikte slechts 50% van de tot slaaf gemaakten levend de plantages. Voor de verkoop werden de tot slaafgemaakte weer met olie ingesmeerd om een gezonde indruk te maken. De plantagehouder die hen kocht gaf hen het tweede brandmerk. De behandeling op de plantages was beestachtig. De slavenhutten waren benauwd, er werd honger geleden. Vrouwen werden gedwongen na de zware dagtaken te voldoen aan de begeerte van de meester. Met de zweep werden de tot slaafgemaakte opgejaagd tot onmenselijke zware arbeid. Bij de minste tekortkoming werd de Spaanse bok toegediend. Beide handen van de tot slaafgemaakte werden samengebonden. Dan wrong men de knieën erdoor en stak een stok tussen de samengebonden handen en opgetrokken knieën. De stok werd in de grond gestoken en daarna werd de tot slaafgemaakte gegezeld. Vlees rauw was. Eerst aan de ene kant en daarna aan de andere kant. Deze beestachtigheden gebeurden onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse gouverneur in Suriname. De eerste van hen was Van Aarsen van Sommelsdijk, 1683 tot 1688. Onder zijn bewind werd door het zwoegen en zweten van de tot slaaf gemaakte het aantal plantages uitgebreid van 50 tot 200. En steeg de suikerproductie van 3 miljoen tot 7 miljoen Amsterdamse ponden. Hij kwam om door muiterij van rashuisboeven, die met hun namen verbannen waren. De planters leefden voortdurend in angst voor de marons. Dit waren tot slaafgemaakten die ondanks de bewaking van de plantages ontsnapten en zich in het oerwoud vestigden. Als zij gegrepen werden, hing hen de verminking of de doodstraf door hanging of rapbraking boven het hoofd. Toch nam hun aantal snel toe. Vanuit het oerwoud ondernamen zij moedige tochten om hun lotgenoten van de plantages te bevrijden. Door de kolonialisten werden hele expedities opgezet om de dorpen van de marons te vinden. Grote sommen geld stonden op het ontdekken van de marons en hun dorpen. Zij die gevangen genomen werden, weerstonden de gruwelijkste folteringen om hun vestigingen niet te verraden. Bij een expeditie in 1711 werd een dorp overvallen. Door de waakzaamheid van de marons lukte het de soldaten slechts twee vrouwen,
Flora en Seri met haar kind Pacienta gevangen te nemen. Het kind werd Seri ruw afgenomen. De bende soldaten greep Seri, bond haar handen en voeten en begon haar te gezelen tot zij half dood was. Maar Seri weigerde haar lotgenoten te verraden. Men begon haar met vuur en tangen te bewerken, maar Seri bleef weigeren. Flora was niet minder standvastig. Beiden werden uit wraak vermoord en onthalsd. Zij leven voort in de nagedachtenis van allen die strijden voor een Suriname dat vrij is van uitbuiting en onderdrukking.